Dames en heren, de mol van 2018 is een feit. En dat feit is namelijk Jan. Jan is gewoon freaking de mol. Hey, hadden we aan het einde toch nog goed. Ik ga jullie straks mijn reactie laten zien toen ik erachter kwam dat Jan de mol was. Want ja, hoewel we toch een beetje die kant op gingen aan het einde, was het zeker spannend. Want dit jaar was het echt wel een heel erg spannend jaar. Je zag ook dat bijna iedereen verschillende mollen hadden. Zo zag je bijvoorbeeld dat volgens mij Jan had iets van 36%, Ruben 31% en Olje ook nog 32% of whatever. In ieder geval, ze zaten allemaal in die 30%, wat gewoon super close is voor een mol. En ik moet zeggen dat aan het einde dat ik ook nog een beetje dacht van, is het hem? Ik had natuurlijk aflevering 1, ja, ik weet niet of je de titel nog kan herinneren. Volgens mij was de titel iets van Jan is de mol. Huh? Nee, ik kan nu wel zeggen dat ik het hele serie wist. Dat wist ik niet. Ik dacht het inderdaad bij aflevering 1. Toen kwamen er heel veel afleveringen waar ik echt dacht van, nou, die Jan is gewoon een fanatieke gozerd. En aan het einde, de laatste paar afleveringen, dacht ik wel eens van, oké, ja, misschien is het hem toch wel tot de laatste aflevering waar ik eigenlijk dacht van, nou, het moet hem wel bijna zijn. Maar wat zou het leuk zijn als hij het was? En dat was ook zo. Als je keek naar de recap van alles, ja, we gaan het straks nog even een beetje bespreken. Maar dan was het echt fantastisch wat die vent gedaan heeft. Gewoon hoeveel bluff die heeft, hoeveel ballen en zo. Echt respect, Jan. Als je dit kijkt, shout-out naar jou. Dat is echt bizar goed hoe je dit jaar hebt gedaan. Maar wij gaan nu eventjes door naar mijn reactie. Want ja, ik heb het dus live in Florida gekeken voor de mensen die het niet weten. Ik zit nu in een hotelkamer in Amerika. Ik heb het dus ook later moeten kijken dan jullie. Want ja, het was gewoon later geüpload. We konden niet live meekijken, helaas. Dus vandaar dat het wat later was. Ik heb ook al mijn Twitter uitgezet, mijn Instagram uitgezet. Gewoon nergens meer contact. Ik heb zelfs mijn WhatsApp en alles uitgezet, zodat niemand mij iets kon sturen. Want natuurlijk barst het los als de mol van 2018 bekend is. Maar ik zal je laten zien wat mijn reactie was toen we hoorden dat Jan de mol was. Jij bent niet de mol. Oh! Nou, dat is niet heel erg een verrassing. Wie staat er? Oh. Oh. Oh, het is jou! I knew it! Oh, wat cool! Nice! No way! Daar hadden we het toch over spiegel. Een spiegelbeeld dat zichzelf maakt. Oh, het is jou! Oh, wow. Hij is zo brutaal geweest. Oh, heerlijk. Ik ben echt benieuwd naar wat hij allemaal heeft gedaan. Hè. Oh, wat vet, hè? Oh, Jan is het! Hey! Dat zei ik al in aflevering 1, hè? Oh, waar. Dat is de titel van aflevering 1. Het voelt goed. Elk jaar voelt het gewoon zo heerlijk om te horen. Maar aan de andere kant ook weer niet. Want we sluiten dan toch een beetje een hoofdstukje met z'n allen af. Ook al gaat het natuurlijk volgend jaar gaat het gewoon weer verder. Ik voelde het toch wel raar dat het nu weer is afgelopen, want ik vond het elke week zo erg leuk om naar te kijken. Maar ja, wie weet hè, volgend jaar kan natuurlijk ook gewoon weer een avontuur zijn. Maar voordat we gaan wegzwijmelen bij de ideeën van volgend jaar, wil ik toch nog even met jullie wat dingetjes bespreken. Want ja, dat is op zich wel op zijn plek. Ik bedoel, we hebben 10, 11 video's gemaakt. Ik weet het eigenlijk niet precies. Ik denk ongeveer wel 10 video's hebben we gemaakt. We hebben bizar veel kijkers gehad. Ook dit jaar weer. Vorig jaar hadden we volgens mij 1,4 miljoen in totaal over alle video's verspreid. En nu was het volgens mij iets meer dan 1,5 miljoen kijkers die hebben gekeken naar mijn Wie is de Mol video's. En dat is insane, jongens. Dankjewel voor die awesome support. Ik hoop ook dat jullie het leuk vonden om samen te kijken en alles te ontrafelen. En ik vind dat we het best goed gedaan hebben. Want het was dit jaar een aardig moeilijk jaar. En dat viel me ook wel op, is dat ze heel veel, ja, ik wil niet zeggen valse hints in hebben gedaan, maar toch je heel erg hebben geduwd in bepaalde richtingen waar je niet echt hoorde te zijn. Zoals de Stine-tunnel, die is wel heel erg beïnvloed door Wie is de Mol zelf. Kijk naar de dagboeken die we hebben gelezen. Wat ik trouwens nog steeds niet begrijp, want ja, de dagboeken kloppen niet echt met Jan. Tenminste, het dagboek van dat de mol zal langslopen en bladibla. Ik ga er niet verder in detail in, maar ik denk dat daar een foutje is gemaakt met de dagboeken. In ieder geval, ze probeerde je wel echt heel erg een kant op te duwen. En aan de ene kant vind ik dat leuk, want daardoor bleef het heel erg spannend tot het einde. Aan de andere kant denk ik ook van, ja, het is dan wel heel moeilijk om te ontmaskeren wie het is. Al hebben we het dus uiteindelijk wel gedaan. Dus ik vind het denk ik wel een goede verandering. Maar ik miste ook een beetje de geheime hints.
Hinten. Hints. Geheime hints. Want vorig jaar, of de jaren daarvoor, had je sowieso allemaal geheime hints. Dat was bijvoorbeeld toen Klaas van Kruistum de mol was. Toen had je allemaal kruisen die terugkwamen in de afleveringen. Ja, Margriet, die was de mol. Nou, Margriet is natuurlijk een naam voor een vrouw. Maar is ook een bloem, dus er waren heel veel bloemen die voorkwamen. Maar bij Jan was er eigenlijk helemaal niets. En ik heb ook de hints doorgenomen en die waren eigenlijk voornamelijk voor afleveringen. Afleveringstitels. Nu moet ik wel zeggen dat de meeste hints die we hebben gezien ook met... dat we dachten dat hij... alles had dichtgebouwd en blablabla en de titels algemeen, dat we wel redelijk goed in de buurt zaten. Maar het waren eigenlijk alleen titels die voornamelijk de mol hints waren. Ook al had je ook de M, stond ook nog bij de mol hints. Die M, ik weet niet of je nog kan herinneren in aflevering 1, dat was ook een officiële hint. Dus die hadden we gewoon meteen alweer goed in aflevering 1. Dus dat is wel grappig. Maar voor de rest miste ik dus wel een beetje die geheime hints dit jaar. Want ik vind het altijd wel leuk aan het einde dat je zegt van... oh, dat waren de geheime hints. Maar dat was er dit jaar dus niet. Dat was wel jammer. Maar voor de rest, zoals ik al zei, chapeau tegenover Jan. Hij heeft het echt fantastisch goed gedaan. Ik vond het super leuk ook om alles terug te zien. Ik had misschien nog wel meer willen zien van behind the scenes en hun erover... willen horen praten, want het is gewoon zo grappig dat niemand op hem zat, behalve Ruben zelf. En natuurlijk mensen uit het publiek, Molote zelf. Maar dat vond ik wel echt heel erg grappig. En ik hoop ook dat jullie dus hebben genoten van mijn video's dit jaar. Volgend jaar ben ik er ook gewoon weer met mijn hints en aanwijzingen. Dus zorg dat je geabonneerd bent. En zoals ik al zei, ben ik op dit moment op vakantie. In Florida, daar komen ook vlogs van online. Daar ga je ook nog wat extra dingen zien over Wie is de Mol. Hebben het hier ook nog over. Dus abonneer zeker, zet je melding aan, want er komen hele toffe dingen aan. Ik wil jullie bedanken dus voor de meer dan 1,5 miljoen weergaven. Voor het abonneren, voor het supporten. Zoals ik al zei, volgend jaar zijn we er weer. Ik hoop jij ook dat als het weer begint te denken is van... toch weer elke zondag even kijken. Kom gezellig langs, want volgend jaar gaan we gewoon verder met ontrafelen. Ik wens jullie een super fijne dag en een heel fijn, eigenlijk alles toe. Ik hoop jullie volgend jaar weer te zien en natuurlijk bij de vlogs die eraan komen, wanneer ik weer terug ben in Nederland. En dan zie ik jullie volgende keer weer bij een nieuwe video. Tot volgende keer, mensen. Ciao.